Naar een nieuw functie- en loongebouw in de Bouw en Infra. Het functie- en loongebouw in de COO voor de Bouw en Infra wordt gemoderniseerd. Dat was hard nodig, want het functiegebouw was bijna 40 jaar oud en was nooit aangepast aan de moderne tijd. De functieomschrijvingen dateerden nog uit een tijd dat receptionisten Telexen verstuurden en computers in het bedrijf nog zeldzaam waren. Veel functies zijn veranderd of verdwenen en er zijn nieuwe functies bijgekomen. Daarom was er dringend behoefte aan een nieuw functiegebouw. In 2012 zijn vakbonden en werkgevers gestart met het project. Allereerst is gekeken welke functies er zijn in de bouw en infra. Hierbij zijn 250 bedrijven betrokken geweest. Van iedere functie is een uitgebreide functieomschrijving gemaakt en daarin staat wat de werkzaamheden en functieeisen zijn. Deze zijn getoetst tijdens bijeenkomsten van werkgevers en werknemers en weer aangepast op basis van de reacties. Zo zijn ook sommige functienamen veranderd. Alle functies zijn daarna gewaardeerd. Dat betekent dat aan verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen een functie punten zijn toegekend. Ook is daarbij naar arbeidsomstandigheden gekeken. Daardoor is een rangorde ontstaan. Functies met ongeveer eenzelfde aantal punten vormen functiegroepen. Vervolgens hebben CAO-partijen het oude en het nieuwe functiegebouw vergeleken en de gevolgen voor de beloning berekend. Nu blijkt dat het nieuwe functiegebouw niet goed past bij het bestaande loongebouw. Dit betekent dat voor de nieuwe functiegroepen de beloning opnieuw moet worden vastgesteld. Dat is onderdeel van de nieuwe CAO-onderhandelingen. Vakbonden zullen bij het vaststellen van een nieuw loongebouw niet akkoord gaan met een verlaging van de lonen. En werkgevers willen dat de loonkosten gelijk blijven. Loonsverhogingen worden in de reguliere CAO-onderhandelingen besproken, niet bij het vaststellen van het nieuwe loongebouw. Het is de laatste stap op weg naar een gemoderniseerd functie- en loongebouw. Daarna zullen werkgevers en werknemers in de bouw en infra uitgebreid worden voorgelegd over de gevolgen hiervan voor de bedrijven en de mensen die hier werken. Met dit nieuwe functie- en loongebouw is de sector klaar voor de toekomst.